Welkom. Welkom bij de informatiesessie over de kwetsbaarheid Log4j. Deze informatiesessie wordt georganiseerd door het Nationaal Cybersecurity-centrum samen met het Digital Trust Center en het CISA DSP. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Er is een mogelijkheid om tijdens de livestream vragen te stellen. Die vragen kunt u stellen onder in uw scherm. Heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen? We zullen ook proberen deze vragen ook zoveel mogelijk al tijdens deze uitzending te beantwoorden. Mochten we niet aan alle vragen toekomen, dan zullen we ook die vragen van antwoord voorzien en later alsnog beschikbaar stellen. De uitzending wordt ook opgenomen, dus er staat ook de mogelijkheid om de uitzending later terug te kijken. Als u zegt van dit wil ik toch nog een keer zien, want dat heb ik niet helemaal goed meegekregen. Het programma voor deze sessie is als volgt. We hebben eerst een introductie. Daarna gaan we verder met het situationeel beeld. Hoe staat het ervoor? Wat kun je als organisatie doen? Dus het handelingsperspectief. Vragen, maar ik heb al gezegd, vragen kunnen achteraf, maar kunnen ook tijdens de sessie komen. Die zullen ook voor een deel al beantwoord worden als het mogelijk is. En de laatste vraag, hoe blijf je op de hoogte? Ik heet mijn eerste gast, welkom, Hans de Vries. Hans, welkom. Dankjewel. De eerste vraag die ik voor jou heb, waarom deze informatiesessie? Nou, dankjewel dat wij aandacht kunnen vragen voor de kwetsbaarheid in Log4j. Wij maken ons ernstig zorgen om de kwetsbaarheid die in deze applicatie zit. Deze applicatie zit namelijk verstopt en wordt gebruikt in heel veel verschillende programma's programmatuur. Ook op plekken waar je het niet verwacht en dat maakt het zo risicovol. Dit vraagstuk kan uiteindelijk de nationale veiligheid raken. En daarom maken we ons daar ernstig zorgen om. In de vervolgsessie zullen we daar nadrukkelijk aandacht aan besteden. Wat er speelt en hoe we dat zouden kunnen doen, dat doen maar mensen. Dankjewel, Hans. Kun je ook nog iets zeggen over wat de rol van de overheid hierbij is? Ja, in dit soort onduidelijke situaties, want vrijdag was er veel vragen over wat speelt er precies, pakken wij ons operationeel coördinerende rol. Wij brengen kennis en kunde bij elkaar en dat kunnen we natuurlijk niet alleen doen. Dat doen we heel graag met de cybersecurity bedrijven, met de onderzoekers van DIVD, met het CISA DSP, met DTC, maar ook met ZCERT en ook SURF. De mensen en een organisatie in het landelijk dekkend stelsel die zijn cruciaal om samen te werken. We hebben wat dat betreft een GitHub, een verzameling gemaakt om via de autoriteit duidelijk te maken wat nu waar is en wat niet waar is. We proberen duidelijk te geven welke applicaties is kwetsbaar, welke fixes zijn er voor mogelijk, tijdelijk of permanent, en welke applicaties voldoende zijn. En we maken ons niet alleen zorgen over de applicaties die je kan kopen, maar vooral ook over de applicaties die door mensen zelf gebouwd zijn, zoals custom software. Het is echt heel erg belangrijk om daar goed aandacht aan te besteden en de stappenplannen die het NCSC heeft gemaakt, in overleg met de vele bedrijven, ook op die manier goed te volgen. Dankjewel, Hans. Ik stel voor dat we nu overgaan naar het situationeel beeld. En voor dat onderdeel wil ik David Willems vragen. Dag David. Dag Michel. Welkom bij dit informatiesessie. Dankjewel. Zou jij iets kunnen zeggen of het klopt dat er duizenden applicaties geraakt zijn door deze kwetsbaarheid? Dat klopt, Michel. Er zijn ontzettend veel applicaties geraakt door deze kwetsbaarheid. Op dit moment proberen we ook als organisatie vooral een volledige lijst te krijgen met waar zit het allemaal in. Dat doen we samen met partners overigens. Maar dat is ook wat dit zo complex maakt. We willen heel graag weten waar zit het in en is het dan wel of niet kwetsbaar. Dat is dus een belangrijke opgave. Oké. Okay. Kun je eigenlijk ook even voor iedereen die kijkt en luistert vertellen wat is er nou precies gebeurd en wanneer is deze kwetsbaarheid aan het licht gekomen?
Nou ja, het is begonnen op de nacht van donderdag op vrijdag. Toen werd bekend dat er een kwetsbaarheid zat in Log4j. Maar er was gelijkertijd ook exploitcode beschikbaar. Oftewel, aanvallers zouden het kunnen misbruiken. Dus dat maakte het serieus. Als NCSC hebben we vervolgens ook een high-high beveiligingsadvies doen uitgaan op vrijdag. Daarmee zeggen we dus ook de kans dat dit misbruikt wordt is groot en de schade is ook groot. Maar de complexiteit daarbij was dus direct ook van, ja, waar zit het nou allemaal in? Dat was op dat moment, op vrijdag, nog niet duidelijk. Overigens vandaag natuurlijk ook nog niet helemaal. Maar op zaterdag zijn we daardoor als organisatie ook als NCSC opgeschaald. Wat betekent dat we het team hebben samengesteld die zich hier primair mee ging bezighouden. En hebben onze operationeel coördinerende rol gepakt. Dat betekent dat we met diverse calls hebben georganiseerd met allerlei partijen, partners, bijvoorbeeld Rijksoverheidspartijen, vitale partijen, het DTC, het DSP C-cert, sectorale certs, maar ook private partners, zoals beveiligingsbedrijven en leveranciers. Dus we hebben zoveel mogelijk partijen betrokken om enerzijds hen te vertellen wat wij weten, maar ook natuurlijk met hen een beeld te vormen van wat is hier nu aan de hand. Wat we dus vervolgens hebben geconstateerd is dat het belangrijk was dat we met elkaar op één plek zicht hadden op alle kwetsbare systemen. Wat we daarvoor hebben gedaan als NCSC is een GitHub repository gelanceerd. En nodigen eigenlijk alle partners, organisaties, maar eigenlijk iedereen kan daar gebruik van maken uit om samen met ons die lijst compleet te maken. En we proberen dat dus te verrijken. Eerst die informatie te verzamelen, te verrijken en vervolgens te delen. Het is voor iedereen beschikbaar. We hebben één plek voor alle kwetsbare systemen. Dat is waaraan we hebben gewerkt. En dat is eigenlijk op dit moment zeg maar waar we staan. Oké. Okay. En kun je iets meer over de situatie van nu zeggen? Dus wat is er te zeggen over de impact? En misschien ook even, is er ook een internationaal beeld bij jullie? Inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is dat de feiten op tafel komen. Dus het beeld dat bijvoorbeeld er misschien ons is dat er kwetsbare systemen die bijvoorbeeld niet internet-facing zouden zijn, dat die niet kwetsbaar zouden zijn. Nou, dat is onjuist. Of heel snel concluderen dat je het niet in gebruik hebt. Ja, we hebben nog niet de hele softwarelijst compleet. Dus het is heel erg belangrijk dat we over tijd die lijst compleet krijgen en dus een beeld hebben waar zit het in. Dus het is ook belangrijk om dat constant bij te houden. En ook als organisatie te onderzoeken van heb ik het in gebruik. Het zit dus ook niet alleen in Apache webserver. Dat is ook een van de beelden die er is. We verwachten wel zeg maar dat dit misbruikt gaat worden. Dus daar moeten we wel met elkaar alert op zijn. Dus we moeten er ons op gaan voorbereiden. En misschien even, dit vindt overal plaats. Kun je iets over het internationale beeld nog? Ja, we werken natuurlijk als Nationaal Cybersecurity Centrum nauw samen met onze internationale partners, met andere nationale certs. Wij helpen elkaar om elkaars beeld te verrijken. Het is natuurlijk zo dat informatie van andere partners, die gebruiken wij dus weer om ons nationale beeld te vormen en vice versa. Dus internationaal wordt er heel nauw samengewerkt om het beeld compleet te krijgen. Dankjewel. Zou je er verder nog wat op aanvullen? Is dit het, ook waar op dit moment bekend is? Ik zou willen afsluiten met het is echt heel belangrijk en echt heel serieus. En besteed hier echt goed zorgvuldig aandacht aan. Okay. Dave, dankjewel voor jouw toelichting. En ik denk dan ook dat het goed is dat we nu aandacht besteden aan, en wat zou je dan kunnen doen? Wat is het handelingsperspectief als je als bedrijf daarmee of als IT-specialist ermee aan de slag wil? Dus Dave, bedankt. En ik wil Kimberly Hengst vragen om te vertellen wat het handelingsperspectief is. Kimberly, welkom. Dankjewel. Ik ga jou inderdaad vragen, wat zou je nu als bedrijf kunnen doen? Kun je daar ons wijzer over maken? Ja, zeker weten. Het NCC had natuurlijk al een handelingsperspectief gepubliceerd. Zojuist hebben we dit uitgebreid, we hebben dit geüpdate. Dat is te vinden op www.ncsc.nl/log4j. Daar zijn nu ook handvatten toegevoegd om u voor te bereiden op eventueel misbruik. Dus Log4j, het is een Java library dat logging. Dus zoals David net al zei, uit bepaalde berichten kun je de conclusie trekken dat het zou gaan om Apache webservers. Maar dit is die library, het wordt in van alles gebruikt. We zien voorbeelden van Minecraft dat als de specifieke string, als die in
de chat daar wordt geplaatst, dat, die, dat het die kwetsbaarheid triggert. We zien het in iCloud, dat als mensen de naam van hun telefoon wijzigen naar die specifieke string, dat het de kwetsbaarheid triggert. Dus het zit zo wijd verspreid, het is op zoveel verschillende manieren te misbruiken, dat het, ja, we vinden het heel belangrijk dat mensen hier zich echt op gaan voorbereiden. Dus de allerbelangrijkste stap is dus ook inventariseren of log4j, of dat gebruikt wordt binnen uw netwerk. Dus er zijn scripts voor beschikbaar gesteld, zowel voor Linux als voor Windows. En verschillende kwetsbaarheidsscanners die hebben ook updates of plugins uitgebracht om te controleren of de systemen kwetsbaar zijn voor log4j. Die zijn ook te vinden op GitHub. Er is echt heel veel te vinden op GitHub, dus maak daar ook vooral gebruik van. En daarbij wel dat deze scans bieden geen 100% garantie dat u geen kwetsbare systemen heeft. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een dienst die u afneemt van een leverancier, een software die u afneemt van een leverancier, dat daar log4j in zit en dat die scanners die dienst detecteren. Dus het is echt goed, u moet echt goed kijken of u het in uw systeem gebruikt. Zoals ik zei, het is niet, ik heb geen Apache webserver, dus ik ben niet kwetsbaar. Het zit echt in van alles. Dus het is ook belangrijk om van bewust te zijn dat ook systemen zonder internetverbinding, dat die ook risico lopen. Dus er gaan geluiden dat als je geen internet-facing systemen hebt waar het op draait, dat het allemaal veilig is, maar dat is niet waar. Het gaat om logging, dus het aantal logregels die worden van systeem naar systeem naar systeem gegaan en daar uiteindelijk verwerkt. En dan is dat laatste systeem, dat is dan waar de kwetsbaarheid uitgevoerd kan worden. Dus het is heel belangrijk om bewust te zijn dat ook apparaten die niet internet-facing zijn, dat die kwetsbaar kunnen zijn. Dan is het belangrijk om te controleren of voor kwetsbare systemen of daar al een patch voor is uitgebracht. We hebben zojuist geconstateerd dat de patch 2.15 dat die niet alle kwetsbaarheden verhelpt. Dus wij adviseren ook sterk en dringend om in 2.16 te installeren. Als het systeem informatie verwerkt die afkomstig is van een onbetrouwbare bron, dus van het internet, en er is geen patch beschikbaar, neem dan mitigerende maatregelen. Mitigerende maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn de verbindingen verbreken, het systeem isoleren of echt een worst case scenario het systeem uitzetten. Dus de GitHub-lijst die het NCC bijhoudt, die geeft meer informatie over de uitgebrachte patches. Dus daar staat een hele lijst, echt een gigantische lijst met allerlei software waarvan we zeggen van oké, dit is nog onder investigation, of hiervan is het bekend dat het kwetsbaar is, of hiervan is het bekend dat het niet kwetsbaar is. Maar we raden ook aan om zelf de pagina's van softwareleveranciers te monitoren, want zij brengen ook updates uit. En dan is het belangrijk om kwetsbare systemen en systemen die al gepatcht zijn, om die ook te controleren op misbruik. We kunnen niet met zekerheid zeggen of er niet al misbruik van gemaakt is. Dus het is heel belangrijk om die systemen na te gaan. Daarbij moet je in ieder geval kijken naar misbruik vanaf tenminste 1 december. Dit is het inventariseren van of log4j of dat voor u relevant is. Het handelingsperspectief dat we uitgebreid hebben is dat organisaties zich voor moeten bereiden op misbruik. We hebben daar een handelingsperspectief hebben we daarvoor opgesteld. Zoals ik zei, het bestaande hebben we daarmee uitgebreid. En dit zijn echt stappen die we adviseren om op de korte termijn te nemen. Vooral ook met feestdagen die eraan komen is het heel belangrijk om deze in ieder geval voor uzelf na te gaan. Deze stappen wil ik ook nu gewoon met u doorgaan nemen. De eerste die we geïnteresseerd hebben is zorg dat incident response draaiboeken klaar liggen. Dus weet wie je moet contacteren in het geval van een incident. Zorg dat er een team paraat staat. Zoals ik zei, de feestdagen komen eraan. En overwegen dan ook het tijdelijk instellen van piketdiensten. Wij hebben, zoals we echt al meerdere keren genoemd hebben, we hebben een GitHub pagina. Daar staat ook, daar geven we ook de laatste informatie over indicatoren uit forensisch onderzoek. Dan de herhaling, bereid u voor op misbruik. Dus kijk of bestaande incident responsplannen of die berekend zijn op een incident of log4j en kijk waar je dat anders aanvult. Een voorbeeld is dat de server die mogelijk misbruikt zijn, die hebben vaak, omdat het gaat om logging, hebben vaak toegang tot een database, hebben daarmee toegang tot bepaalde credentials om informatie in die database te zetten of eruit te halen. Dus overweeg bijvoorbeeld het wijzigen van credentials waar die server dan toegang tot heeft.
Stel ook vast hoe schijf- en geheugenartefacten, zoals disk images, memory images, hoe die worden veiliggesteld voor verder onderzoek. Dus bijvoorbeeld om te onderzoeken of aangrenzende systemen ook zijn gecompromitteerd. Dan is het nodig om waar mogelijk detectiemaatregelen in te schakelen. Verschillende organisaties, en dit is ook fantastisch dat alle organisaties hier zo aan bijdragen, die hebben detectieregels voor hun firewallproducten hebben ze beschikbaar gesteld. Er zijn meerdere detectierules zijn er op het internet beschikbaar om te gebruiken. Hierbij ook weer, ook voor het inschakelen van deze maatregelen, het is geen garantie dat misbruik wordt tegengekomen, maar het is heel belangrijk om de kans op misbruik zoveel mogelijk te verkleinen. Het is belangrijk om in kaart te brengen wat u niet monitort en deze gaten waar mogelijk dan aan te vullen met detectiemaatregelen. Dan is het heel belangrijk om bestaande backups te testen. In het geval van een ransomware aanval, dan wil je zeker weten dat de backups die je maakt, dat die ook bruikbaar zijn. En daarom is het ook belangrijk om bestaande backups te testen. Dit hoeft niet een we controleren alle bitjes en de bytejes. Dit kan ook een we doen een steekproef om te kijken of ons proces werkt, of de locatie waar de backups staan, of die werken. Dan raden we ook aan om een offline backup te maken, ook als u dit normaal niet doet. Dit om gewoon zo zeker mogelijk te zijn dat als er misbruik plaatsvindt, dat u in ieder geval een backup heeft om op terug te vallen. Dan is het belangrijk om uw medewerkers te vragen om u op de hoogte te stellen van verdachte activiteiten. Dus denk aan verhoogde processoractiviteit of ander afwijkend gedrag wat zichtbaar is. Dan is het belangrijk om ook de gevolgen van een impact zoveel mogelijk te mitigeren, zoveel mogelijk te beperken. Dit kun je doen door verkeer tussen systemen te beperken. Dit kunnen redelijk ingrijpende maatregelen zijn, maar het is belangrijk om te ontdekken of u bijvoorbeeld uw netwerken kunt segmenteren of niet noodzakelijk uitgaand verkeer tijdelijk te blokkeren. Het is belangrijk om de afhankelijkheden tussen uw systemen in kaart te brengen, want dan weet u waar alles heen gaat en waar u moet mitigeren. Dus inderdaad, overweeg of u deze maatregelen, of u deze afhankelijkheden op korte termijn, of die kunt verminderen. Dus zoals we echt al meerdere keren hebben gezegd, Log4j is heel breed gebruikt. Het kan gebruikt worden in producten waar u het niet verwacht. Dus kunt u incidenten in de toekomst niet duiden, houd dan rekening met een eventuele compromitatie als gevolg van Log4j. De gevonden kwetsbaarheid kan dus gebruikt worden, ik gaf net al als voorbeeld, kan gebruikt worden om een ransomware aanval uit te voeren. Daar hebben wij ook een factsheet voor uitgebracht. De factsheet ransomware is te vinden op onze website onder de kop voor factsheets. Dan als laatste, nummer 9, bepaal of uw leveranciers gebruik maken van Log4j. Dus zoals ik zei, scandals detecteren in sommige gevallen niet dat Log4j gebruikt wordt in software, in producten van leveranciers. En wat heel mooi is om te zien, veel leveranciers die communiceren proactief over het gebruik van Log4j en de impact van Log4j op hun producten. Maar als dit niet zo is, vraag dan uw leverancier wat deze situatie voor hen betekent. Vraag uw leverancier wat ze hebben gedaan voor de kwetsbaarheid en vraag naar de acties die u kunt ondernemen. Nou, ik verwijs weer naar onze GitHub, waar wij een overzicht verzamelen van alle producten, software met status voor de kwetsbaarheid. Nou, als ik dan nog even heel kort inga op de digitale weerbaarheid in de toekomst. Dus de adviezen die ik zojuist heb gegeven, dat zijn adviezen die wij geven voor de hele korte termijn. Als u wilt investeren in de cyberweerbaarheid op de lange termijn, ja, dan hebben we publicaties beschikbaar die u daarbij kunnen helpen. Dus het NCSC heeft de handreiking cybersecurity maatregelen gepubliceerd. Dit zijn 8 basismaatregelen die een organisatie echt zou moeten implementeren. De AIVD heeft een brochure gepubliceerd, cyberaanvallen door statelijke actoren. 7 momenten om een aanval te stoppen, waarbij voor elke fase van de kill chain mitigatiemaatregelen worden gegeven. En dan hebben we ook het Digital Trust Center. Zij hebben de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen gepubliceerd, die u mogelijk ook handvatten biedt om uw cyberweerbaarheid te verhogen. Dan herhaal ik het nog 1 keer. Het NCSC heeft een lijst online geplaatst op GitHub met meer informatie. Deze zal ook geüpdate worden. Dus we adviseren u vooral om deze in de gaten te houden. En we vragen u om echt met klem om aanvullende informatie met ons te delen op GitHub en de GitHub uit te breiden waar nodig. Want het is een hele makkelijke manier om informatie met elkaar te delen waar iedereen gewoon heel veel aan heeft. Dus dit waren wat organisaties kunnen doen. Dankjewel, Kimberly. Heftig, maar gelukkig geef je ook een hele hoop concrete maatregelen aan die een bedrijf zou kunnen ondernemen. Ik zie ook een aantal vragen binnenkomen, dus ik kijk even naar de vragen die er zijn. We hebben trouwens in de studio
Ook nog andere deskundigen. Dus Stijn Bankras van het NCSC is ook in de studio. En Jeroen Kasbergen van het Digital Trust Center. Welkom Stijn en Jeroen. We kijken even welke vragen er gesteld worden. En dan kijk ik volgens naar degene of noem ik een naam. En dan vraag ik aan die persoon om die vraag op te pakken en een antwoord te geven zover de kennis reikt. En dan de eerste vraag, Kimberly, ik doe hem toch maar even meteen naar jou. Je had het al even over detectietools. En de vraag luidt nu, ja, er zijn verschillende detectietools. Welke moet ik nou precies gebruiken? Is een hele logische vraag. We hebben niet een advies om één specifieke tool te gebruiken. Het hangt daarnaast, ja, het hangt ook vanaf van wat je wil scannen en welke tool je daarvoor nodig hebt. Dus we kunnen niet zeggen van welke moeten we gebruiken. Er zijn netwerkscanners die van buitenaf scannen. Ja, we hebben scanners die je van binnenuit kunt draaien. Ik moet hier helaas het advies geven om gewoon goed te onderzoeken wat u wilt scannen en welke tools daarvoor beschikbaar zijn voor die specifieke doeleinden. Oké. En andere vraag. En ja, ik stel hem ook maar even aan jou, maar als jij hem liever doorspeelt naar Stijn of naar Jeroen, kan dat? De vraag is, hoe kan ik vaststellen of ik mogelijk gehackt ben? Het is belangrijk om alert te blijven. Dus het is mogelijk om te hunten in uw eigen netwerk. Een hele makkelijke is bijvoorbeeld zoeken op de string die de kwetsbaarheid triggert. Je kunt gebruik maken van de indicators of compromise die op onze GitHub staan om detectie en monitoring beter te verzorgen. Ja, zoals ik zei, aanvullende indicatoren, ja, die gaan we binnenkort krijgen. Die zullen ook gedeeld worden op die GitHub. Dus dat is in ieder geval mijn beeld van hoe je kunt vaststellen of hoe je gehackt kan worden. Ik weet niet of een van de heren nog een aanvulling heeft. Nee? Oh. Nee, nou, oké, dan is dit even het antwoord wat we nu kunnen geven. Maar ik zie alweer een vervolgvraag. En ja, Kimberly, je hebt geluk of pech, maar je naam staat er weer bij. Is het waar om directe aanvallen te voorkomen, om internetfacing applicaties als hoogst mitigerende maatregel dicht te zetten en toegang tot diensten via de VPN te laten lopen? Ik begrijp de vraag. Wat lastig is dat de belangrijkste maatregelen per organisatie verschillen. Dus ik kan niet zeggen, oh, dit is de gouden maatregel die je gaat helpen. Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar internetfacing applicaties. Ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken naar een misbruik of dat al aanwezig is in het systeem. Want zoals ik zei, het kan ook naar systemen die niet internetfacing zijn. Dus ik kan daar niet ik kan hier geen bevestiging op geven. Ik weet niet of Stijn hier anders naar kijkt. Nou ja, wat ik denk ik kan aanvullen is dat de meest verregaande maatregel die je kan treffen is denk ik het systeem helemaal uitzetten. Los van de toegang te ontsluiten via de VPN. Ja, het is zo afhankelijk van wat voor jouw organisatie het belangrijkste is. Het is zeker geen slechte maatregel om te nemen. Oké, dank. Ja, Stijn, de volgende vraag die is denk ik ook voor jou. Want de vraag luidt, kan deze kwetsbaarheid ook zitten in softwarepakketten die je afneemt van derden? Dus als onderdeel van een totaalpakket? Zeker. Sterker nog, het kan in zo goed als elk pakket zitten wat je draait. Er zijn echt letterlijk 1000 applicaties kwetsbaar die dus gebruik maken van dit pakket. En het is ook niet dus altijd duidelijk waar het nog meer in zit. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. Er zijn oplossingen zoals een software bill of material. Dat zijn nieuwe methodieken waar mensen fan van zijn om te inventariseren van welke onderdelen wordt nou gebruik gemaakt binnen software. Waar is het allemaal op gebouwd? Welke fundering zit er allemaal in? Maar dat weten we simpelweg niet altijd. Dus het is heel erg lastig. Dus het vergt veel van de community, zeg maar, om uit te zoeken waar dit allemaal in zit. Ja. Nou, dan is de volgende vraag ook niet makkelijk voor je. Want die vraagt, kan dit bedrijfsketens of toeleveranciers raken? En hoe kan dit doorwerken in de keten? Kun je er toch iets over zeggen? Zeker, ja. Ja, dat is heel tricky, want de kwetsbaarheid die wordt getriggerd door een bepaald stukje tekst, een bepaalde string. En waar zich dat manifesteert, dat is dat kan overal zijn. En dat betekent dus ook dat je internetfacing systeem, die is mogelijk niet kwetsbaar, maar die kan een stukje tekst wel doorgeven aan een vervolgsysteem via een database of een andere koppeling. En als dat systeem wel kwetsbaar is, dan wordt de kwetsbaarheid daar dus ook uitgevoerd. En dat kan echt de hele keten doorgaan. En er is ook echt niks over te zeggen van waar het dan stopt,
waar het begint. Dat kan op de eerste koppeling zijn, dat kan op de derde, de vierde. Ja, hoe groot is je netwerk en hoeveel koppelingen zijn er? Dat is natuurlijk gigantisch in de tegenwoordige systemen. Dus ja, zeker, dat kan door de hele keten heen gaan. Ja, ik haal uit deze vraag ook de wens om te achterhalen van hoe ver kan dit gaan. De antwoorden geven aan dat kan ontzettend ver gaan in de keten, op allerlei plekken. Dus het is goed dat we ook een aantal maatregelen hebben genoemd, maar dit geeft wel iets aan over de omvang van de kwetsbaarheid en het probleem wat we nu aan de orde hebben. Er is een hele kleine aanvulling. Ik las toevallig iets over iemand die had een pakketje verstuurd en die had als naam, zeg maar, als afzender, had hij die kwetsbare, dat stukje tekst had hij opgegeven. Het pakketje wordt ergens in een sorteercentrum ingescand en mogelijk dat daar dan iets triggert. Dus zo kan je ook misbruik laten maken van deze kwetsbaarheid. Dus het kan nog heel ver gaan. Ja, nou, dat is denk ik duidelijk. Ik zie nu een vraag ook. Oh, Jeroen, je zou willen aanvullen. Misschien doen we nog een aanvulling hierop, want het is, dit is natuurlijk de techniek. Die kan in de supply chain zitten. Maar wat ook kan gebeuren is dat jouw toeleveranciers geraakt worden door deze kwetsbaarheid. En hij zit overal. Kimberly heeft het net heel duidelijk uitgelegd. Dit komt overal voor. Dit zit overal. Dus je gaat wellicht ook nog wel te maken krijgen dat toeleveranciers van jou als bedrijf worden geraakt. Even niet meer iets kunnen doen. Dus je gaat hier ook nog meer last van hebben dan alleen op de technische manier dat het doorgegeven wordt. Dit kan ook nog wel verstoring van allerlei andere bedrijfsprocessen geven. Helder. Dan heb ik ook trouwens meteen een vervolgvraag voor je, zie ik. Wat moet ik doen als ik zelf niet kan patchen of technisch onderlegd ben? Ja, dat is een goede vraag. Het publiek wat hier zit zal heel veel IT onderlegd zijn en snappen wat er gedaan moet worden. Maar er zijn natuurlijk heel veel ondernemers in Nederland die ondernemen en die doen waar ze goed in zijn. En die hebben wellicht niet die technische kennis, wat ze nu moeten doen. Die zouden we toch het advies geven. Neem contact op met je IT-leverancier, met je softwareleverancier. Vraag of je kwetsbaar bent. Vraag of zij bekend zijn en of ze al wat aan het doen zijn. Vraag of er updates beschikbaar zijn. En vraag wat je kan doen in samenwerking met een IT-leverancier, met een softwareleverancier. En zorg dat je daar actief vragen over stelt. En ga ermee aan de slag. Dat is de allerbelangrijkste tip. Ga ermee aan de slag. Ja, dank je. Een volgende vraag. Ik pak de vraag op, want dat zijn zaken die leven, die niet alleen waarschijnlijk bij de vragenstellers, maar ook bij andere mensen die nu kijken. En dat is, online zijn er tegenstrijdige verhalen over versie 1 van log 4J. Klopt het dat deze kwetsbaarheid in versie 1 niet aanwezig is? Ja en nee. Niet in de standaard configuratie. Maar er zijn mensen die hebben bepaalde functionaliteit waar de kwetsbaarheid in zit, gebackport eigenlijk naar versie 1, waardoor dat wel het geval is. Maar dat is dus niet in de standaard configuratie. Dus mensen die versie 1 draaien, die zijn niet direct kwetsbaar. Desondanks adviseren we altijd om te updaten naar de laatste versie. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Dankjewel, Stijn. En de volgende vraag ook voor jou. Is er gevaar voor desktop-applicatie gebruik maken van log 4J? Ja, dit zit, zoals we al hebben gezegd, niet alleen in serverapplicaties. Dit kan echt in elke applicatie zitten. Het voorbeeld Minecraft is al genoemd natuurlijk. Dat is een zeer populair spelletje onder de jeugd. Daarmee kan je je PC gewoon laten crashen of overnemen. Alles is mogelijk. Dit zit zeker ook in desktop-applicaties. Ik kijk even of er nog meer vragen zijn die gesteld worden. En of die ook in beeld komen voor mij. Ja, er komt een vraag binnen. Die vraag die stel ik aan Jeroen. Jeroen, hoe kan je omgaan met leveranciers die zeggen dat hun producten niet kwetsbaar zijn, terwijl je het vermoeden hebt dat ze wel kwetsbaar zijn? Ja, dat is een hele lastige, denk ik. Als iemand zegt dat het niet zo is, ja, dan zal je in eerste instantie die moeten geloven. Ik denk dat de GitHub-pagina van het NCSC al uitsluit zal geven of een applicatie kwetsbaar is of niet. Of in ieder geval of daar een vermoeden van is. Dus dat zou een indicator kunnen zijn. Daar kan je wat mee doen. En je zou ook nog kunnen denken aan een second opinion. Een IT-bedrijf mee laten kijken. Forensisch onderzoek laten doen. Of in ieder geval te laten kijken naar... is er activiteit in mijn netwerk? Wat er op draait? Dat zouden de maatregelen kunnen zijn die je neemt. Of een leverancier eerlijk is. Ja, ik denk dat de meeste
IT'ers en mensen die aan de softwareontwikkeling doen en die applicaties beheren en ontwikkelen, wel snappen dat dit serieus is. En die zullen daar niet snel zeggen dat het niet zo is. Dus ik vermoed dat er een hoop mensen heel hard aan het werk is op dit moment. Ja, dat vermoed ik inderdaad ook. Dankjewel Jeroen. Stijn, de volgende vraag is voor jou. De tools, worden die, maar ook de scripts op de GitHub-pagina van, worden die gecontroleerd door het NCC? En klopt het dat deze lijst de meest complete is? Wij denken dat dit momenteel de meest complete lijst is. Er zijn veel lijstjes en wij doen echt ons best om deze ook zo compleet mogelijk te maken. Ook met hulp van de community natuurlijk. Wij doen echt ons best met man en macht om deze lijst ook zo accuraat mogelijk te maken. En wij proberen ervoor te zorgen dat deze inhoudelijk ook correct is. Garanderen kunnen we dat niet. Dat staat ook duidelijk vermeld. Het is ook een community effort en fouten kunnen erin zitten. En momenteel is de lijst zo lang dat we niet elke entry afzonderlijk kunnen blijven updaten. Dus het kan natuurlijk voorkomen dat een bepaald product in de lijst inmiddels wel al gepatcht is, terwijl dat op de GitHub-pagina nog steeds als kwetsbaar wordt vermeld. Zie je dat nou? Doe dan een pull request. Help ons om de lijst actueel te houden. Dat zou echt heel erg fijn zijn. Ja, dat is ook een oproep om mee te werken samen aan de oplossingen die nodig zijn. Zeker. Kim Lee, een vraag voor jou. Hoe ver kunnen losse systemen, bijvoorbeeld van thuiswerkers, besmet worden? Ja, goeie vraag. Hierbij is het ook weer van, dit is al helemaal afhankelijk van wat er op die systemen staat. Want het is waar die string terechtkomt, dat is waar de kwetsbaarheid uitgevoerd kan worden. Wat wel het risico is dat als er eenmaal misbruik van gemaakt kan worden, dat ze het hele netwerk rond zouden kunnen gaan. Dus het is wel belangrijk om alle systemen die met een netwerk in aanraking komen, of dit systemen zijn van thuiswerkers, of dit backup systemen zijn, gewoon alles wat je aan IT en ook wat je gebruikt voor je OT, wat je gebruikt, dan moet je echt nagaan van, is die kwetsbaarheid hierop aanwezig? Dus het antwoord is in beginsel ja. Op de vraag. Ze kunnen besmet worden, ja. Maar dat is echt afhankelijk van wat er op die systemen staat. Ja. Ja. Jeroen, en dit ligt een beetje in het verlengde misschien ook van de vorige vraag. Moet ik me nu ook als consument zorgen maken? Of je als consument zorgen moet maken. Minecraft werd al genoemd. Ja, dat is iets wat consumenten spelen. En zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer applicaties zijn die daar, Log4j erin hebben zitten. Ik denk dat heel veel fabrikanten, softwareleveranciers op dit moment keihard bezig zijn om maatregelen te nemen, om updates ter beschikking te stellen, om te zorgen dat applicaties geüpgraded zijn en niet meer kwetsbaar zijn. Dus in die zin zou ik niet zeggen, consumenten hebben nu een groot probleem en blijf van je pc af. Dat niet. Maar ja, ben wel voorzichtig en waakzaam. En blijf kijken wat er gebeurt en wat er aan de hand is. En misschien richting de kerstdagen wat meer met kerst bezig zijn. Iets minder met de computer of de laptop of de tablet. Dat zou misschien nog wel aardig zijn. Het is goed voor de samenleving. Ja. Ik kijk even verder, want Stijn, we hebben het over backups gehad. En dan komt er ook de vraag op, maar hoe kan ik nagaan of mijn backup geïnfecteerd is? Ja, een hele goede vraag. En ook weer een tricky question, denk ik. Wij hebben signalen gehad dat misbruik is waargenomen vanaf 1 december. Mm-hmm. Dus backups die dateren van voor 1 december, die zou ik als veilig voor de Log4j kwetsbaarheid kunnen beschouwen. Backups van later, van na dat moment, dat is gewoon niet met zekerheid zeggen. Daar is weer een beetje common sense voor nodig, denk ik. Om dat zeker te weten. Maar wat in ieder geval wel fijn is dat je data niet verloren is. Hè? Dus ook al heb je een backup die geïnfecteerd is, het belangrijkste is dat jij je data kan herstellen. En als jij het vermoeden hebt dat het systeem nog wel geïnfecteerd is, dan kan je daar vervolgens op acteren. En daar gaat het denk ik om. Ik zie niet direct misschien hiermee te maken, maar ook een suggestie. Er is een oplossing dat het verwijderen van, als ik het goed zie, JNDI, lookup class van de server, een oplossing zou zijn.
Kan deze kwetsbaarheid ook verstopt zitten ingebakken in software? Ik haal hier een beetje twee vragen uit eigenlijk. Ik denk dat het eerste deel van de vraag dat een deel is van de workarounds die momenteel beschikbaar zijn. Je kan het kwetsbare stukje, dat J in de I deel, dat kan je uit de kwetsbare Log4j libraries halen. En dan ben je niet meer kwetsbaar. Dat is een van de workarounds als je niet kan updaten. Wat wij natuurlijk wel adviseren om te doen. En het tweede deel van de vraag, of de kwetsbaarheid ook verstopt kan zitten in ingebakken software. Dat zou kunnen, maar ik heb daar niet zo'n heel helder beeld bij op dit moment. Oké. Okay. Ja, ik denk ook goed is om ook voor degenen die vandaag kijken. We hebben helaas niet antwoord op alle vragen. We hebben kennis tot een bepaald moment en tot een bepaald niveau. Wat we weten, proberen we met u te delen. En we zullen ook aangeven waar onze kennis op een gegeven moment ook eindigt. Ik wil dan Kimberly ook een vraag stellen. Want we hebben het gehad over ransomware en de mogelijke impact dat het heel veel kan raken. Maar in hoeverre kan deze kwetsbaarheid ook gevolgen hebben voor kritieke sectoren? Deze kwetsbaarheid kan zeker gevolgen hebben voor kritieke sectoren. Wat het is als je de kwetsbaarheid niet patcht, dan stel je jezelf open voor een mogelijke remote code execution. En dat is een hele serieuze kwetsbaarheid. En dat heeft verregaande gevolgen, zeker in je netwerk, zeker ook voor kritieke sectoren. Dus het is heel belangrijk om na te gaan of die kwetsbaarheid aanwezig is en mitigerende maatregelen te treffen. En in dit geval, het advies luidt ook heel sterk, bereid je voor op misbruik. Nou, kritieke sectoren, daar is dat zeker relevant voor. Dus dat is heel belangrijk. De volgvraag ook voor jou, Kimberly. Waarom bieden eigenlijk antivirus en firewalls geen volledige bescherming hiertegen? Deze vraag geef ik door aan Stijn. Dankjewel. Het is niet altijd duidelijk voor een virusscanner of firewall dat Log4j aanwezig is. Dat is natuurlijk voor ons ook altijd even zoeken. Dus vandaar. Dat is eigenlijk de eerste reden. En daarnaast slaat een virusscanner vaak pas aan als er iets getriggerd wordt. Dus tot die tijd kan het best zeg maar slapend zijn op je systeem. Dat is mogelijk. Dus een virusscanner die hoeft niet te weten dat jij een kwetsbare versie van Log4j draait. Pas als die kwetsbaarheid wordt getriggerd, kan die virusscanner pas aanslaan. En een firewall die heeft natuurlijk helemaal geen weten wat er op jouw systeem draait. Die doet iets met netwerkverkeer. Ja. En zodra er verdacht verkeer wordt waargenomen, wat in verband kan worden gebracht met Log4j, dan zou die daarop kunnen aanslaan. Maar tot die tijd eigenlijk niet. Hmm. Dus dat is wat, wat complex af en toe. En volgende vraag, Stijn, ik blijf even bij jou. Klopt het dat wanneer het softwarepakket geschreven is in een andere taal dan Java, de kwetsbaarheid uit te sluiten is? Wellicht voor dat pakket, ja. Dat denk ik wel dat je dat kan stellen. Mits natuurlijk geen andere talen onder water worden gebruikt. Betekent natuurlijk niet dat het systeem meteen veilig is. Want er kunnen op één systeem natuurlijk veel meer pakketten draaien. Maar als jij een pakket schrijft in C of C# of in Python, dan zit daar niet de Log4j kwetsbaarheid in. Zoals die nu, voor zover nu bekend is. Ik weet wel dat Log4j ook naar andere talen is geport. Maar bij mij is niet bekend dat die ports ook kwetsbaar zijn. Oké. Okay. Jeroen, ik ga gewoon door met de vragen. Er komen nog steeds vragen binnen. En het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zijn vragen te stellen en beantwoord te krijgen. Kan ik als organisatie besmet worden door Log4j, door derden? Ook als ik zelf geen Log4j heb. En hoe weet ik of ik zelf wel of geen Log4j heb? Eigenlijk is volgens mij is deze vraag al deels beantwoord, maar dan is het goed om hem nog een keer te doen, want dan is dat de herhaling. Leeft nog achter in de herhaling. Ja. Dat kan, want die string waar we het steeds over hebben, die trigger, die kan doorgegeven worden in de keten naar andere systemen. Die kunnen dus ook van derden komen. Steeds vaker zie je dat bedrijven met elkaar in samenhang werken, elkaar netwerktoegang geven of toegang geven tot systemen. Als die string bij een ander wordt ingevoerd en hij komt in jouw systemen terecht en je bent kwetsbaar, kan het dus ook bij jou terechtkomen. Dus dat antwoord is ja. En dan het tweede deel van de vraag was...
De tweede deel van de vraag is verdwenen uit mijn scherm. Dus okay, die hou je dan even te goed of die nemen we dan nog mee. Dus ik ga verder met de volgende vraag en ik zie nog wel of het tweede deel nog terugkomt. Okay. En dat is een vraag hoe je aan Stijn. Stijn, klopt het dat het blokkeren van uitgaand DNS-verkeer de kwetsbaarheid substantieel reduceert? Ja, maar ik zou niet direct adviseren om uitgaand DNS-verkeer niet toe te laten, want dan heb je als organisatie of als privépersoon ook weer een ander probleem, namelijk dat je geen DNS-lookups meer kan doen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld niet meer zomaar naar www.google.nl kan browsen. Want wie gaat jou dan vertellen welk IP-adres Google op dat moment heeft? Dus nee, dat zou ik niet doen. Wat je wel kan doen, is natuurlijk je DNS-verkeer monitoren. Goed opslaan welke queries er worden gedaan en kijken naar de beschikbare IOC's op onze Gitterpagina om te kijken of er verdachte DNS-queries zijn. Dat zou ik zeker doen. DNS-monitoring is echt een heel belangrijk onderdeel in de mitigerende maatregelen voor deze kwetsbaarheid. Ja, oké. Okay. Kimberly, ik kijk voor jou naar deze vraag, maar je mag hem ook eventueel doorspelen. Zou de zero-trust-methodologie voor deze kwetsbaarheid een uitkomst bieden? Ik denk het zeker. Dus zero trust, dat is een principe dat uitgaat van dat je niemand vertrouwt. Dus waar je, analogie is waar je normaal gesproken je netwerk als een kasteel hebt en je ziet de aanvallers aankomen, dat je de loopbrug ophaalt, zodat ze niet naar binnen kunnen komen, ga je er nu in feite al vanuit dat iedereen in je kasteel verdacht is. Dus je vertrouwt niemand. Dat leidt ertoe dat er bepaalde keuzes worden gemaakt in netwerkarchitectuur, in bepaalde policies, dat wel de gevolgen van een kwetsbaarheid als dit zou mitigeren. Dit is niet iets wat je zo geïmplementeerd hebt. Dus dit, ja, je gaat er niet voor de kerst ga je dit geregeld hebben. Maar dit is wel iets waar wij als NCC van adviseren van overweeg dit ook op de lange termijn te implementeren of toe te passen in het netwerk. We hebben daar ook een factsheet over gemaakt. Die hebben we een aantal maanden terug gepubliceerd. Wat meer informatie geeft over Zero Trust en wat meer handvatten daarvoor biedt. Oké. Okay. En een volgende vraag die ik ook aan jou ga stellen. Is er eigenlijk de verwachting dat deze Log4j-applicatie ook in IRC's is opgenomen? En dan mag jij ook even de afkorting uitleggen. Ja, dus de vraag is of Log4j of dat ook voorkomt in IACS, Industrial Automation Control Systems. Dus dat zijn de systemen die we ook vatten onder OT, Industrial IoT, ICS, SCADA, etc. Is de verwachting dat deze log 4, dit is mijn persoonlijke inschatting, ik ga ervan uit dat waar operationele systemen te maken hebben met een IT-systeem, dat er in IT-systemen, dat daar sowieso het relevant voor is. Of het relevant is in echt IACS-systemen, dus dan zit ik echt te denken aan specifieke OT-systemen. Daar heb ik momenteel geen antwoord op, dus ik vind het een hele goede vraag en dit zullen wij zeker gaan uitzoeken. Oké. Okay. Ik heb een vervolgvraag voor Stijn. Stijn, hebben jullie, en dat blijft toch terugkomen, hebben jullie tips of advies voor het detecteren van de kwetsbaarheid in dit containerized workloads? Maar met name die vraag van hoe kom ik erachter of het mij gebeurd is of gebeurt? Ja, zeker. Goede vraag. Nou, specifieke tips voor containerized omgevingen heb ik niet. Wel algemene tips, die denk ik ook gelden voor containerized omgevingen. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is kijken naar verdachte uitgaande LDAP queries. Het is niet heel gebruikelijk dat een LDAP-query naar buiten gaat, zeg maar, het internet op. Wat aanvallers wel doen, is niet standaard poorten gebruiken. Dat is een veelgebruikte techniek. Dus in je IDS, in je Intrusion Detection Sensor, zou je echt op protocol moeten kijken van, zie ik LDAP-verkeer naar buiten gaan? Nou is LDAP niet het enige protocol waar de JNDI-methode, zeg maar, gebruik van maakt. Het kan ook HTTP of HTTPS zijn. In het geval van HTTPS heb je best wel een probleem, want dat gaat dan encrypted over port 443 en dat is gewoon echt heel moeilijk te detecteren, ook voor ons. Als het over HTTP gaat, dan heb je betere kans omdat het gewoon in plain text is. We zien dat er redelijk veel scanverkeer is op dit moment en die gaat eigenlijk een soort van uit van een first stage model, waarbij er een DNS-query wordt gedaan. Dus dan kom ik weer op het DNS-stukje uit, wat ik net al heb verteld. En een aanvaller die doet vervolgens of een second stage. Dus die haalt daarna
een malafide Java-klasse binnen, of we doen het in één stap al. Dat is wat de geavanceerde aanvallers doen. Die sturen eigenlijk via die LDAP-query, laden ze ook, zeg maar, in het antwoord wat je dan terugkrijgt, laden ze de malafide Java-klasse al in. En dat is een soort van shortcut die ze dan nemen. Maar ja, monitor op LDAP-verkeer is in dit geval best wel een kanshebber. Dank je. Ik krijg het advies om ook richting afronding te gaan. Ik denk ook, we hebben al een hele hoop vragen aan de orde gehad. Ik wil ook jullie heel erg bedanken voor het antwoord op deze vragen die ook door jullie, zullen we zeggen, voor het eerst binnenkomen. Dus bedankt voor de antwoorden en voor de tijd die ook jullie hier hebben ingestopt. Ik wil even aan degene die kijken en luisteren. De opname is dus terug te kijken via dezelfde link. En dat zal, ik denk, zo'n 10 minuten nadat het webinar is afgelopen, kunt u daar ook als goed is bij. Ik zei al, en ik herhaal het nog maar even, vragen proberen we ook achteraf nog in ieder geval globaal te beantwoorden. We kijken ook welke vragen misschien nog binnenkomen aan het einde. Maar het is denk ik ook belangrijk om zelf op de hoogte te blijven via de kanalen die het DDC heeft, het NCC heeft en ook het CISO DSP. U ziet ook op de laatste pagina, ik ga ervan uit dat u die ook op de laatste pagina ziet, tussen de laatste sheet die bij mij in beeld is. Blijf op de hoogte. U ziet daarvoor de URL's waar u dan ook de informatie kunt vinden. De informatie die we ook op alle manieren graag willen delen met u. En eigenlijk wil ik u heel erg bedanken voor het kijken en het luisteren. En ook de vragen die u heeft gesteld, waardoor we hopelijk iedereen een wat actuele en een volledige beeld hebben kunnen geven over wat de situatie nu is. Het is een heftige ontwikkeling die gaande is. Er is ook een hele hoop werk te doen en dat geldt voor ons, maar dat geldt zeker ook voor u. Dus ik wil u heel veel succes en sterkte wensen bij dat werk wat er gedaan moet worden. En wij zullen u ook op de hoogte blijven houden via de sites die genoemd zijn. Dank u wel voor uw aandacht.